Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En Q-Time deze keer is een speciale editie voor de kids, want ook die hebben Q-Time nodig. En daarvoor heb ik vandaag Latoya Baar van Creative Kids, want ze heeft weer een superleuk evenement speciaal voor de kiddo's. What we need is a little Q-Time. Welkom Latoya. Dankjewel Jelena. How are you today? Ah, goed. Ik mag niet klagen, alhoewel ik zo af en toe wel klaag. Nee, ik zeg je, je mag altijd klagen. We gaan gewoon kiezen om het vandaag niet te doen. Yes. I love your shirt, by the way. So thank colorful. Thank you well. Ik wil bijna vragen, heb je het zelf gemaakt? But I think that would be a lie. Ja, ik heb het niet zelf gemaakt. We hebben het gehaald. En dan hebben we natuurlijk ons logo, Creative Kids Suriname, opgedrukt. Yes. Creative Kids Learning Through Play. Want voor we naar het event gaan, laten we even snel over Creative Kids hebben. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, Creative Kids Suriname is een stichting die officieel vorig jaar is opgericht. Maar we zijn er al een paar jaartjes, want hiervoor in 2018 hadden vrienden, familie, hadden we zoiets van, wat willen we doen? We willen iets gaan doen met kinderen. En toen eigenlijk is Creative Kids al gestart. We begonnen dus een kinderprogramma. We hadden drie afleveringen, een pilot van drie afleveringen, Edufon opgenomen. Oh, ik kan me nog herinneren, ik weet waarom ik me nog kan herinneren met Chiefies en zo. Zeker. Yes. Dus toen hebben we, zijn we daarmee gestart en het was gewoon hartstikke leuk. En toen begon de vraag, wat doen jullie nog meer? En toen hadden we zoiets van, we werden uitgenodigd op feestjes. Dus ja, dan zorgden we voor wat entertainment op feestjes door middel van knutselen, schilderen, sportgames. We hadden een paar mascottes toen nog, mascottes als prinsessen, Ariel. Jullie brachten gewoon de fun op de parties en also in a learning type of way. Klap. Dus we zijn gefocust op leren. We willen spelend leren. We vinden dat kinderen het best leren door op een spelende manier. Like als je spel include, bijvoorbeeld rekenen, als ze een spelletje moeten spelen om rekenen te stimuleren, dat je een bal gooit in emmers en elke emmer heeft punten en daar stimuleer je rekenen, want aan het eind van zo'n spelletje, hoeveel ballen ze in een emmer hebben gegooid, moeten ze dan de punten gaan optellen, dan is het leuker, weet je, ze spelen een spelletje en tegelijkertijd aan het eind moeten ze dan optellen. Dus dat is eigenlijk wat we doen. We zijn gewoon begonnen omdat het leuk was en het, along the way hadden we, vandaag hebben we een feestje, over 2 maanden dan weer een feestje. Dus het was niet zo consequent. COVID kwam ook, dus je snapt met COVID, dan ben je gewoon niks, thuis yeah. En probeer je vanuit de afstand iets te doen. Ik weet dat tijdens COVID hadden we online knutselpret. Waarbij ouders boxjes konden bestellen bij ons. En dan hadden we materiaal, zetten we alle materiaal erin. Konden ze het afhalen, et cetera. En dan vanuit huis hadden we online lesjes. En dan waren we dan aan het knutselen. Heel leuk, creatief zijn natuurlijk. Maar het it had a flow. Mm-hmm. En op een gegeven moment... COVID is voorbij, dus jullie zijn weer van start. Ja, we kunnen weer in de studio. We konden weer opnames maken. We zijn Edufon. Hebben we dan toen weer opgepakt. Hebben we een aantal afleveringen gehad. 2022, vorig jaar, hadden we een mooi jaar. 21 ook. En van het jaar natuurlijk ook. Dus Edufon is gewoon lekker doorgegaan. En de feestjes, de vraag is er nog steeds. Dus we zijn ook gewoon weer op de feestjes. De mensen beginnen ons te kennen. Omdat we nu echt iets hebben van, we gaan ervoor. We hebben, we hebben een try-out periode gehad. En nu willen we ons echt gewoon gaan focussen. People, we zijn er. We zijn...
Available om te komen op jullie kids' birthdays. Houd je kind van knutselen, schilderen, leuke sportgames. Ja, daar zijn wij er. En als je als ouder het ook belangrijk vindt dat er iets wat educatief erbij komt. Ja, daar zijn wij in het. Jullie zijn het. Ja. Dat is dan gewoon. Ja. That is a whole lot of stuff to do. En speciaal gefocust op kinderen. Klap. En het niet gewoon... grapjes maken, maar ook gewoon, je gaat er ook nog met a little learning point mee naar huis, at the end of the day. Klopt, want dat wil je uiteindelijk, want kijk, ik ben ook naar school gegaan. jij bent naar school gegaan. Ja, maar het komt erop neer dat wat ik geleerd heb, want ik ben naar de kweekschool gegaan. Mm-hmm. Ik ben niet voor de klas gaan staan. Maar ik vind het gewoon hartstikke leuk om met kinderen om te gaan. Mm-hmm. Doorgegaan naar de universiteit. Een bachelor in education. Even flexen. Weet je, ik heb een master. Ook in education. En research for sustainable development. Om er ook gebruik van te maken. In de zin van... wat wil je doen? Hoe wil je een bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van het Surinaamse kind? Want hoe je draait of keert, wij zijn de toekomst van morgen. Zij zijn de toekomst van morgen. Want in het proces waarin ik ben, hoe wil ik mijn kinderen... Want ik heb nu ook gewoon zelf 2 kinderen. Wat wil ik ze meegeven? Hoe kan ik een bijdrage leveren binnen de maatschappij om... Suriname nog mooier te maken, want we praten allemaal ook over Suriname, hoe mooi het is. Als we naar onze binnenlanden kijken, als we naar de verschillende culturen kijken, de kinderen, weet je, we zijn zo divers. Maar als we kijken naar de ontwikkelingen, nu bijvoorbeeld, ja, we merken dat er ook veel stress is, kinderen. Maar de kinderen gaan door alles heen, stress, a lot is happening, we kunnen daar in depth over gaan, maar om ze even te ontstressen en alle diverse kinderen bij elkaar te brengen en to have them have a great time where they're learning something, hebben jullie iets georganiseerd op 8 juli en dat is de Creative Kids Caribbean Mermaid and Mermaid Knutsel Fest. A whole lot in 10 seconds to say. Ja. Maar wat gaat er daar gebeuren? Because that's something. Nou, het is dus een thema van een van de evenementen. We willen een kidsclub starten. We zijn het een soort van al gestart. En we zijn met thema Easter begonnen. Mm-hmm. We hebben Under the Sea gehad. Onze laatste was Barbie en Ken. Mm. En het wordt gewoon steeds leuker. Het wordt gewoon steeds groter. En onze focus is nog steeds met de kinderen. We entertainen ze wanneer ze komen. Dan knutselen we met ze. Ze hebben een schilderopdracht. Hebben de gelegenheid om te kleuren. En alles binnen één thema. Ah. Dus, en dit keer hebben we, dus voor 8 juli hebben we... Mermaid and Merman. The Caribbean Mermaid and the Caribbean Merman. Weet je, we gaan ook met de flow mee. Met de tijd, want tegenwoordig is er een nieuwe film uit. Dus... Het helemaal in stijl. Helemaal in stijl. We zijn helemaal bij de tijd. Dus... En dan hebben we een super, super, super leuk knutsel-event waarbij Romano Wip er ook is. Want iedereen kent hem tegenwoordig. We zorgen ervoor dat ook dat gedeelte... Goed geleid wordt. Ja. Oké, ik wil even een vraag stellen. Want anders ga je me gewoon vertellen. Het is een volle dag, vol knutselactiviteiten, games, schilderen. Everything wordt getackled. Het is op 8 juli, maar wie kan allemaal meedoen? Want hoe oud moet ik zijn? Kan ik al mijn kinderen sturen? We hebben een leeftijdscategorie van 3 tot 12 jaar. Mm-hmm. We zijn dus eigenlijk op... We mikken op die kinderen. Dus kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Oh, en hoe laat begint het? Want is het een hele dag of zijn het een paar uurtjes? Het zijn een paar uurtjes. Het is van 9:30 tot 10:30. Ja, 3 uurtjes. Kan je je kinderen even gewoon lekker afzetten. Zijn in goede handen. En Creative Kids zorgt ervoor dat ze een hele leuke ochtend, bijna middag hebben. En jij als mama en papa kan daar even boodschappen doen. Naar de gym gaan. Whatever wat je wilt doen tijdens die 3 uurtjes.
gewoon weten dat wanneer ze bij ons zijn, wij ervoor zorgen dat ze een hele leuke tijd hebben. Alright. En veilig zijn natuurlijk. Dat is belangrijk. Safety. Ja. Dit is natuurlijk niet gratis. So, hoeveel betaal ik als mama of papa die mijn kindje de tijd van haar leven of zijn lief gaat laten geven voor een aantal uurtjes? Nou, het is $18. Mm-hmm. Als je je kind registreert, is het $18. We snappen dat sommige ouders 2 kinderen hebben. Dus als je 2 kindjes hebt die zich inschrijven, en dan krijgen ze een korting. Mm-hmm. En dan betalen ze met z'n tweetjes $30. Mm. Dus we zorgen wel ervoor dat iedereen de gelegenheid krijgt. Dus sommige mensen, want het is al de 4e die we mm-hmm. organiseren, die registreren zich gewoon officieel met 2. Dus je moet je registreren? Yes. Oké, okay, dat is de procedure. Yes. So, even nog, let me get this helemaal good. Er komt een leuke kidsdag. Yes. The Creative Kids Mermaid and Mermaid Knutselfest. En als ik mee wil doen, of mijn kind wil laten meedoen, betaal ik $18. Yes. En voor die $18 gaan we knutselen, schilderen, spelen worden, entertainer, MC Romano Whip. En een hapje en een drankje, is dat ook inbegrepen? Inbegrepen. Ik breng mijn kind gewoon in zijn of haar mermaid outfit en yes. We're good to go. Yes, they can dress up, want het wordt georganiseerd in de Selfie Love Studio. Dus de Selfie Love Studio heeft ook gewoon 10 verschillende boots waar ze foto's kunnen maken. En kijk, daar bijvoorbeeld hebben wij ook een opdrachtje waarbij... alles nog vertellen, nee, Tal. Je moet ze enthousiast maken dat ze kunnen komen. Ouders, bij deze nodig ik jullie uit om jullie kinderen in te schrijven bij de Creative Kids Caribbean Mermaid and Merman Knutselfest. Het wordt georganiseerd 8 juli in de Selfie Love Studio. We beginnen om 9:30. Het duurt tot 10:30. Het is maar $18. Als je 2 kinderen inschrijft, betaal je $30. Dus zorg ervoor dat je op tijd bent en je kinderen gewoon registreert. Het kan op het nummer 85393x3. Als je op dat nummer een berichtje stuurt, app, belt, noem maar op, dan wordt je kind geregistreerd. Als je op onze Facebook page gaat of Instagram, is er ook een link waar je je kind kan registreren. Dus voelen jullie je vrij. Op mijn truitje staat het al, Creative Kids. Creative Kids Suriname, we zijn op Facebook, Instagram nogmaals. Je kan ons een like geven, je volgt ons en je zoekt het event. En registreert uw kinderen. Girl, you did it all. Mag ik ook komen? Ik ben helemaal excited. Ik heb, personally, I have my mermaid tail. Echt waar? Ik kan komen flappen voor jullie daar. Ja, zo. Helemaal. Het wordt echt reuze gezellig. We hebben ook een verrassing voor de kinderen. We gaan het niet hebben. Ouders gewoon weten dat het superleuk wordt. It's the money word. En de kinderen komen naar huis en vertellen hoe gezellig het was. No. Ik heb er niets meer aan toe te voegen. Ik kan je alleen maar zeggen, thank you for coming and sharing this event with us. En jullie doen goed werk. Ik wil zo zeggen, niet stoppen, ga door. Want people of Suriname, Surinaamse kinderen, need more people like you and creative kids. Dankjewel. Dankjewel voor de opportunity. En ja, ik stel het enorm op prijs. Het was fun to be here in Q-Time. Yes, met Jelena. Yes, it was. Thank you for coming, girl. En ook jullie thuis voor kijken. Vandaag was Latoya Baar hier van Creative Kids, Learning Through Play. Ze heeft een superleuk event voor kinderen. Ik zou zeggen, geef ze op. And remember, your time plus my time is Q-Time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.